Ik ben Noah Lang, ik ben 15 jaar. Ik speel bij Ajax B1 en voor het Nederlands elftal onder de 16 jaar en ik ben een middenvelder. Toen ik begon met voetballen bij Hyon in Rotterdam-Oost. Het is nu failliet, maar ik begon daar in de F3. En ik ben op voetbal gegaan omdat ik al sinds ik klein was, voor papa en mama zei ik al bal. En ik was de hele dag met een bal bezig. Dus mijn moeder dacht, hij gaat nu op voetbal. En kijken of het wat wordt. En ja, zodoende speel ik dus nu bij Ajax. En, ja, mijn moeder die heeft me ook altijd gemotiveerd, al en mijn vader ook sinds kleins af aan. Zijn er elke wedstrijd, hebben we geen wedstrijd gemist. En ook al moesten we hele verre uitwedstrijden, hebben ze me altijd overal heen gebracht. En ja, ik wil het ook graag voor hun doen, maar ook voor mezelf. En daar ben ik ze gewoon dankbaar voor. Ik kijk al sinds kleins af aan op naar Cristiano Ronaldo. Dus ja, het is al sinds kleins van mijn voorbeeld. Ook al is hij een buitenspeler en ik een middenvelder. Ik kijk naar hem op omdat ja, hij is gewoon het bewijs van hard werken wordt beloond. Natuurlijk had hij ook talent van zichzelf, maar hij heeft ook echt elke dag hard getraind. Waardoor hij de persoon is die hij nu is. En dat zie ik echt als een voorbeeld voor mij. En hij is heel compleet en dat wil ik ook worden. Ik train bij Ajax 4 keer in de week en vaak train ik voor mezelf ook nog op een zondag. Ja, ik vind het heel goed en belangrijk dat je veel traint, want ja, hard trainen is de basis naar succes, denk ik. En ja, ik vind dat het erbij hoort, vooral als je een hele goede voetballer wilt worden. Je hebt een droom en dan moet je er ook natuurlijk hard voor werken om die droom waar te maken. En ja, ik vind het alleen maar goed. Als ik voor mezelf train, train ik veel op mijn linkerbeen. Want als middenvelder moet je tweebenig zijn, vind ik. En mijn linkerbeen moet en kan eigenlijk veel beter. En als ik voor mezelf train, train ik ook ja, veel in de sportschool. Samen met een personal trainer. Zodat je sterker wordt en dus ook veel meer duels gaat winnen. En ja, als je de duels wint op het middenveld, dan ben je vaak ook de wedstrijd, want het is een hele belangrijke linie waar je de slag zeg maar, moet winnen. En ja, ik vind het heel belangrijk dat je dit soort dingen doet. Wat voetbal voor mij betekent is ja, alles eigenlijk. Ik moet later mijn geld verdienen met voetbal. Dat heb ik mijn ouders beloofd. En niks dat me echt interesseert. En ik ben al sinds kleins af aan heb ik één droom en dat is profvoetballer worden. En dat betekent echt heel veel voor me en ik zou er zeker alles voor over hebben. Ja, en dus, ja, ik wil het gewoon waarmaken.